Katja onthult in de podcast een leverreiniging te hebben gedaan. In de lever wordt gal aangemaakt en de lever is een zelfreinigend orgaan, legt de actrice uit. Dat wordt niet alleen aangetast door alcohol, maar ook door koffie en medicatie. En ik gebruik al heel veel jaren medicatie. In de lever kunnen ook galstenen ontstaan. Maar volgens Katja kunnen ook mentale klachten ontstaan. Dat je bijvoorbeeld snel geïrriteerd bent. De actrice kan ook wel eens te vurig uit de hoek komen. Ik wil het liefst alles en iedereen zo omarmen als die is, maar ik kan mij best aan mensen storen. Door de leverreiniging zijn bij Katja de vurige gevoelens een beetje afgeblust. Je voelt je wat minder snel verhit. Ik heb het ook altijd bloedheet. Heter dan de gemiddelde mens. Ook vertelt Katja, die al tientallen jaren beroemd in Nederland is, dat ze wil voldoen aan bepaalde verwachtingen als mensen haar zien. Soms zeggen mensen dat het leuk is dat ik kom, dus dan wil ik ook dat het leuk is. Dan sta ik altijd aan. Tegelijkertijd vindt Katja het ook vervelend als mensen over haar zeggen dat ze in het echt helemaal niet zo knap is. Dat vind ik dan ook weer stom. Dat Katja's nieuwe lover op Ibiza woont, bevalt haar eigenlijk heel goed. Omdat ik me anders ook weer zo snel aanpas aan een partner in mijn leven, zegt ze. Het alleen zijn vind ik heel erg fijn. Dat heb ik ook heel erg nodig. Thank you.